In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige keer spraken wij over de deugd van de zachtmoedigheid. Vandaag willen wij ons toeleggen op de deugd van de boetvaardigheid. En meer bepaald op de uiterlijke versterving van ons lichaam. Wij willen dat doen in drie punten. Ten eerste werpen wij een blik op de noodzakelijkheid van de boetvaardigheid. Ten tweede op de heilzame gevolgen en ten derde op concrete beoefeningen van deze deugd. Wat is eigenlijk de boetvaardigheid? De boetvaardigheid bestaat enerzijds datgene te doen wat de uitwendige zinnen mishaagt en anderzijds ook hen te beroven van dat wat hen behaagt. Deze versterving is noodzakelijk om de zonden te mijden. Zij is niet verplicht, daar men vele zaken geoorloofd kan genieten, zonder in zonde te vallen. Maar de versterving is verdienstelijk en nuttig om vooruitgang te maken in het geestelijk leven. Als kinderen van Adam en Eva moeten wij strijden, dag in, dag uit, want de heilige Paulus zegt: het vlees begeert wat onze geest niet wil en onze geest verlangt dat wat het vlees niet wil. Of de ziel moet het lichaam beheersen of het lichaam de ziel. Wij katholieken, wij moeten ons lichaam behandelen zoals een ruiter doet met zijn wild paard. Hij houdt het kort bij de toom, opdat het paard hem gehoorzaamt en hem niet afwerpt. Een ander beeld is dat onze ziel de geneesheer is, die zijn zieke, de patiënt, middelen voorschrijft om hem te genezen. Ondanks dat de patiënt deze middelen misvallig zijn, bitter zijn. De dokter verbiedt zelfs zijn patiënt bepaalde zaken om hem tot genezing te brengen. Het is wreed, zegt de heilige Alphonsus, als wij ons lichaam al het moeilijke besparen en daardoor onze ziel in gevaar brengen. Ook de heilige Bernardus zegt over katholieken die niet de deugd van de boete en van de versterving willen beoefenen, citaat, dat het een valse liefde is het lichaam met medelijden te ontzien, want daardoor schaadt men de ziel, citaat einde. En daarom zegt Alphonsus dat het vlees moet bestreden worden. Dat wat het vlees verafschuwt, moet ons welkom zijn. De heiligheid bestaat er niet enkel in de wil van God uit te voeren en tegelijk het lichaam te dienen. Godsrucht en versterving horen samen. De heilige Aloysius zegde: men moet het ene doen, maar het andere niet nalaten. Men moet zowel de eigen wil aan God schenken en tegelijk ook het eigen lichaam versterven. Onze wil wordt door Gods wil bestuurd en ons lichaam door onze wil. Ons lichaam versterven is zelfs noodzakelijk om het lichaam aan de rede te onderwerpen. Ons lichaam moet soms als een hond ter orde worden geroepen. Sommigen onder u mogen misschien zeggen: oké, pater, wij moeten ons lichaam versterven, oké. Maar moeten we niet eerst en eerder de wereld en de duivel aanvallen? De wereld en de duivel, die doen toch het meest kwaad, pater?
Het is waar. Ook de duivel en ook de wereld zijn vijanden van onze ziel. Maar de ergste vijand, mijn dierbaren, en eigenlijk weten wij dat, zijn wij zelf, ons eigen lichaam, omdat het altijd bij onze ziel is. De duivel en de wereld niet. De duivel en de wereld hebben ook het algemene onwelzijn van de wereld, van de zielen, voor ogen. Ons persoonlijk lichaam werkt op onze persoonlijke ziel. En daar onze heiligheid onze eerste taak is, niet de heiligheid van de naaste, maar onze heiligheid is onze eerste taak, moeten we eerst onze eigen lichaam, onze eigen gevallen natuur bestrijden. De heilige Bernardus zegt, de vijand die bij ons in huis woont, is een ergere vijand dan een vijand die voor de deur staat. En bovendien, de wereld en de duivel zullen altijd door middel van ons lichaam werken. Als wij dus ons lichaam in toom hebben, dan hebben wij een stevige dam, een verdedigingsgordel opgeworpen. Anderen, mijn dierbaren onder u, zullen misschien zeggen, of zullen je beroepen op de eigen zwakke lichamelijke constitutie. Inderdaad, wij zijn zwak. De generaties voor ons waren sterker. Maar iedereen kan tenminste zich kleine ontzeggingen opleggen. Ontzeggingen en verstervingen van geoorloofde genoegens. Het is een verkeerd beeld, zegt de heilige Vincentius, dat God ons al het mooie, al het goede gegeven heeft, slechts om het te genieten, om het te gebruiken. God schonk ons ook alle mooie dingen, alle goede zaken in de wereld, om ze uit liefde tot Hem te ontzeggen. En vergeten ook niet dat inderdaad ons lichaam soms zwak en ziek is. Soms. Maar dat onze ziel, door de erfzonde getekend, elk moment ziek is. En dat ons lichaam zich gedraagt tegenover onze ziel als een tiran. Beroepen wij ons niet te snel op onze lichamelijke zwakheid? De heilige Theresia zegt heel mooi, maar ook terecht, hierover. Vandaag laten wij misschien het gebed, omdat wij hoofdpijn hebben. Morgen laten wij het gebed, omdat wij hoofdpijn gehad hebben. En overmorgen, omdat wij de hoofdpijn niet terugkrijgen. En passen wij op, mijn dierbaren, dat wij ons zielenheil niet laten dicteren door ons lichaam. Ons lichaam neigt altijd naar de lauwheid. Gaan wij er tegenin? Om ons te helpen hierin tegenin te gaan, moeten wij ook een blik hebben op de heilzame gevolgen van de versterving van het lichaam op onze ziel. Als we weten welk nut dat heeft, welke goede gevolgen, dan zullen wij makkelijker onszelf versterven. Ten eerste onthecht de versterving ons van de schepping. En zij voert ons naar de schepper, het doel van alle zijn. De versterving hakt de scheepstouwen, gehecht aan de oever van het lichamelijke, van het geschapene los, zodat ons schip van de ziel vrij kan varen. Het is een dwaling, zegt de heilige Theresia, dat God vertrouwelijk wil omgaan met zielen die tegelijkertijd genoegen zoeken buiten God, naast God. Ten tweede, boeten wij met de versterving ook onze zonden straffen uit. Ook na elke goede biecht wordt wel de schuld vergeven, maar de zonden straffen, de tijdelijke straffen blijven bestaan. Wij zullen die nog moeten ondergaan, lijden. En als wij niet genoeg voldoen voor onze zonden tijdens dit leven hier op aarde, zullen wij het achterstallige moeten, vanzelfsprekend, nahalen in het vagevuur. Wij kunnen het niet ontlopen. Gods gerechtigheid gaat ook over het tijdelijke na onze dood verder. En in het vagevuur zijn de straffen groter. Ten derde,
zorgt de versterving ook voor een grotere heerlijkheid in de hemel. Het is inderdaad, mijn dierbaren, zoals heilige Paulus zegt. Hij zegt dat alle atleten zich van alles geoorloofde onthouden, om hun krachten te sterken of niet te verliezen, dat wat zij hebben bereikt, om zo die ene vergankelijke krans te winnen. Kijken we maar naar de voetballers, de wielrenners, wat doen die mensen niet allemaal voor hun lichaam optimaal te krijgen? Hoeveel te meer, zegt Paulus, zijn wij dan wel niet verplicht ons te versterven voor een onvergankelijk loon, niet voor een ijzeren medaille, een welkbare laurierkrans. Nee, de tegenwoordige versterving, zo zegt hij, duurt slechts een ogenblik, maar zij bewerkt een onmetelijke, eeuwige, alles overtreffende, ongeschapen heerlijkheid. Verlevigen wij ons geloof en laat ons, zoals Sint Petrus zegt, geen leem der aarde zijn, slijk, maar bouwstenen van het hemelse Jeruzalem, marmer, goud, edelsteen. Dat moeten wij zijn, niet het slijk, het lichaam dienende. Stenen, mijn dierbaren, moeten wel bewerkt worden. Dat vraagt versterving. Maar indien iemand wist dat hij zoveel land zou krijgen als hij in één dag kon doorlopen, hoe gemakkelijk, hoe aangenaam zou hem elke moeite zijn, elke pijn. Hij heeft zijn blik op een loon, op een vergoeding voor alle miserie. Ook wij wezen wij dus moedig in de versterving met blik op de hemel. Werpen wij, mijn dierbaren, tenslotte in een derde punt een blik op enkele concrete beoefeningen van de deugd van de uitwendige versterving. Mijn dierbaren, u eerst even van een verkeerd begrip bevrijden. Boetvaardigheid bestaat er niet altijd in een harem boetekleed te dragen, uw hart te geeselen, op de blote grond te slapen. Dat zijn goede dingen, maar buitengewone boetedoeningen, welke voor de meeste onder ons wegens een tekort aan moed, een tekort aan heiligheid, nooit uitgevoerd worden. Maar vergissen wij ons niet opnieuw, wij zijn allemaal zondaars en bij gevolg moeten wij allemaal versterving beoefenen, maar in gewone middelen. Bijvoorbeeld direct opstaan, 's morgens vroeg, eerste wekkersignaal, klaar voor het morgengebed. Trouw zijn aan de dagelijkse meditatie. Men kan zoveel andere dingen doen 's morgens dan een lastige meditatie op de knieën gedaan, aandacht schenkend aan God. Men kan zich versterven, bijvoorbeeld door meer dan enkel maar op zondag naar de mis te gaan. Men onderneemt een reis naar de kerk. Men volgt godsvruchtig het heilig misoffer. Men gaat goed de communie. Men gaat weer huis. Men had andere dingen kunnen doen. Maar uit liefde tot God, om ons lichaam en onze ziel te vormen richting God, hebben wij dat gedaan. Wij kunnen ook aalmoezen geven. Iemand opbellen. De dagelijkse moeilijkheden op het werk, of in het gezin ook, hè, met een glimlach verdragen. De heilige Alfonsus geeft ons ook enkele concrete oefeningen per zintuig. Hij zegt, betreffende de versterving van onze ogen, moeten wij ons overtuigen dat wij niet altijd alles moeten zien. We moeten niet alles zien omdat het kan, omdat het mag. Ontzeggen wij ons af en toe iets geoorloofds. En dit zal helpen, bijvoorbeeld voor het behouden van de kuisheid. Wat gij niet ziet, kan men ook niet begeren. Betreffende de versterving van ons gehoor, luisteren wij toch niet naar die onbetamelijke, onnutte, eindeloze gesprekken. En vanzelfsprekend ook niet naar die eerovende gesprekken over de naaste. Versterven wij onze nieuwsgierigheid,
vragen we niet altijd alles na als we iets gehoord hebben. Die loze gesprekken, zoals onze heiland ze noemt, zullen ons vanzelfsprekend verstrooien bij onze gebeden. Stel in een gesprek nuttige vragen, voer het gesprek naar God. Hoe deugddoend is dat niet? En bijkomend ontzeggen wij ons ook eens het horen van de radio, van de muziek. Mijn dierbaren, de stilte heeft ook haar voordelen, haar weldaden. Ontdek ze. Betreffende de reuk, gebruiken wij niet ter elke gelegenheid reukwerpen of een kamerverstuiver. Betreffende de versterking van ons gevoel, trachten wij niet alles aan te raken altijd, of personen aan te raken. Ook dat kan belangrijk zijn voor de kuisheid te bewaren. Onvoorzichtige aanrakingen zijn misschien een bron van doodzonde uiteindelijk. Dat is zo. Betreffende de smaak, de heilige Gregorius zegt, wie de eetlust niet in bedwang houdt, kan niet vooruitgaan in de heiligheid. Ja, maar pater, moeten we dan niet meer eten? Want eten streelt toch altijd onze smaak? Vanzelfsprekend mogen wij eten. God wil dat wij eten, maar we moeten acht geven op de manier hoe wij eten. De heilige Franciscus zegt, we eten om te leven. We leven niet om te eten. Daarom, zie de gewone dagelijkse maaltijd op woensdagmiddag bijvoorbeeld, of dinsdagavond, als een taak die moet gebeuren, maar niets meer. Maaltijden bij speciale gelegenheden, op zondag, en daar kunnen wij meer moeite in steken. Dat begrijpt iedereen. Dagelijkse maaltijden dienen om de plichten van staat te kunnen vervullen. En onmatigheid, overdrevenheid in eten, maar ook de manier waarop, hindert de uitvoering van heiligende plichten. En onmatigheid schadigt ook ons lichaam. Het is bovendien een hoofdzonde. Een onmatige lijkt op een zwaar beladen schip dat slechts met moeite, met de grootste traagheid vooruit kan raken. Een onmatige is altijd in het gevaar in de storm van de bekoring te vergaan. En bovendien, als men te veel moeite constant in het eten steekt, dan verliest men de smaak aan het geestelijke. Men geeft het geestelijke zelf prijs. Het zegt niets meer. Men geeft de ingetogenheid weg door spijs of drank. En ook daar kan men in onkuisheid vervallen. De heilige Bonaventura geeft daarom bepaalde opmerkingen over de hoedanigheid van de spijzen. Ook hij zegt dat men tijdens de week geen speciale, maar gewone, eenvoudige spijzen moet kiezen. Het is niet een teken van gevorderd zijn in het geestelijk leven als men geen eenvoud in de maaltijd kent. Gewone bereiding, gewone presentatie. Simpel. Men laat de niet noodzakelijke specerijen bijzijde tijdens de week. En aan tafel, het eerste wat men doet bij sommige mensen is zout en peper erbij. Nee, in de geest van versterving laat men het bij de kruiding van de kok. Daardoor eert men zijn kwaliteit of men verdraagt zijn onkwaliteit. En men neemt van alles gelijkmatig. Van het goede niet minder als van het slechte. Van het minder goede. Wat de hoeveelheid van de spijzen betreft, voldoen nooit geheel aan de eetlust. Hieronymus zegt, wie meermalen eet en toch honger blijft gevoelen, zijn loon zal groter zijn dan diegene die zelden eet en dan plotseling weer zoveel eet als hij verkiest. Dat is zoals bij de moslims. Men vast en enkele uren later doet men zich te buiten. Het is een zaak van ondervinding hoeveel men nodig heeft dat te leren kennen. Men moet er steeds voor zorgen dat men zoveel eet dat men kan blijven werken of bidden. Wanneer moet men eten? Hoe moet men eten? De heilige Bonaventura zegt niet buiten de gemeenschappelijke maaltijden. Men achtte ook nooit de mond te overladen.
of er eens een ander stuk vlees of aardappel aan de mond te brengen voordat uw mond leeg is. Als ouders leren men ook de kinderen beschaafd te eten. Wat ziet men niet soms bij huisbezoeken als priester? Bijvoorbeeld, een heel mooi middeltje dat Monsieur Lefebvre leert, is op zondag een zak chips of een andere lekkernij op tafel te brengen en daar de kinderen hun onmatigheid tegenin gaat door hen op een beschaafde wijze die taart, dat stuk chocolade, die zak chips te laten verorberen. In rust en niet in gehaastheid. En Christus, we winnen tenslotte. Vele heiligen hebben over deze deugd van de versterving gesproken omdat zij noodzakelijk is. Lees dus zelf verder in de geschriften van de heiligen. Heb geen angst van letters. En wees weer vol goede moed. We zijn in die vastentijd. En ook buiten de vastentijd hebben wij die versterving nodig. Vergeten wij nooit dat Gods Zoon ons lichaam in onze plaats aannam omdat hij zou kunnen lijden, omdat het lijden voor ons noodzakelijk was om de zonde goed te maken. En volgen wij dus Jezus Christus na in het offer van zijn lichaam aan het kruis, door ook onze persoonlijke verstervingen en boetedoeningen eraan toe te voegen. Dat is het druppeltje water in de wijn bij de consecratie. We zullen in alle eeuwigheid nooit spijt hebben van alle offers die we op aarde hebben gebracht, mijn dierbaren. Dat beloof ik u. Gezegende vastentijd. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.